Dan, ik maak me zorgen om Klaas Dijkhoff. We kenden hem altijd als leuke, jonge, talentvolle VVD-politicus. Hij was ook de winnaar van de slimste mens. En dat zijn alleen de hele grote. We kennen hem als de best geklede man van Nederland. En vooral als een echte liberaal in hart en nieren. Ik wil een land waar je de vrijheid hebt. Waar we je opvangen als je bent gestruikeld. Maar waar de overheid jou niet in de weg zit als je je dromen wil najagen. Ik ben een oerliberaal. Ja, Klaas Dijkhoff was niet gewoon liberaal. Hij was de oerliberaal. Waar alle VVD'ers van afstammen. Hij is ooit nog eens verkozen als de eerst geklede man van Nederland. True story. Maar nu is Klaas Dijkhoff geëvalueerd tot fractievoorzitter. En de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, dus het is campagnetijd. En dan moet de fractievoorzitter van de VVD vooral zeggen wat de meeste Nederlanders vinden. Wel of niet een straatnaam veranderen. Klaas Dijkhoff is het debat over beladen namen zat. Is het fijn om in de file te staan? Klaas Dijkhoff zegt nee. Denkt u soms ook allemaal van, moet dat nou? Klaas Dijkhoff vindt van niet. Hebt u ook wel eens zoiets van, kom op jongens, Klaas Dijkhoff reageert. Welkom bij Jinek. En we hebben het al eerder geconstateerd, als de VVD campagne voert, dan heeft er altijd eentje PVV-corvée. En dat houdt in, zoveel mogelijk PVV-dingen zeggen om kiezers weg te kapen bij de PVV. Afgelopen jaren had Halbe Zijlstra PVV-corvée en ja, Halbe Zijlstra, ja, die kon dat gewoon. Die had een soort populistische schwoeng over zich. Een soort je ne sais pas, hè? Laat ik het zo zeggen, die hoefde niet echt een rol te spelen. Nederland wordt nu geconfronteerd met een enorme asielinstroom. Dat is vanwege onze fantastische sociale voorzieningen. Hoge uitkeringen, een huurhuis. Deze mensen krijgen het allemaal. Zwarte Piet hoort bij een kinderfeest. Het kinderfeest van Sinterklaas en Zwarte Piet. Oh, Halbe. Het is echt net een PVV'er, hè? Als je ogen dicht doet, dan hoor je hem helaas nog steeds. Maar nu heeft Klaas Dijkhoff PVV-corvée. En hij zat dus bij Jinek over straatnamen. En hij schreef op Facebook dat hij het gedoe over standbeelden maar vermoeiend vond. En hij twitterde over het nieuws dat de NOS het woord blank vervangt door wit. Gaan ze dan straks bij een overstroming ook melden dat de straten wit staan? Als je nu denkt, ik ken dat argument ergens van, dat klopt. Die blank-wit-grap die is zo oud dat zelfs Sam zoiets heeft van, Jezus, Moos, bedenk anders even wat nieuws. Nou, de populairste variant van die blank-wit-grap die is blanke vla. En die wordt, echt waar, soms een paar honderd keer per dag gemaakt. Oké, stop maar. Okay. En we kunnen dit gewoon doorscrollen tot 1995. Toen hetzelfde argument werd gebruikt tijdens het begin van de negerzoendiscussie. En 23 jaar later komt Klaas Dijkhoff hier nog even mee aanzetten. En dan denk je misschien, ja, Arjen, nu ben je Klaas wel een beetje in die populistische hoek aan het drukken. Hè? Maar nee, Klaas heeft die hoek helemaal zelf aangeklikt. Letterlijk, check dit. Dat Facebookbericht dat Dijkhoff schreef over die standbeeldendiscussie, dat is een gesponsord bericht. En dat betekent dat de afzender betaalt om met dat bericht een specifieke doelgroep te bereiken. En nu komt het. Sommige mensen die klikten op waarom krijg ik dit te zien. En als je dat doet, dan krijg je, en dat is echt waar, een van de redenen waarom je dit bericht ziet, is dat Klaas Dijkhoff mensen wil bereiken die zijn geïnteresseerd in Geert Wilders. Dit is echt waar. Dus PVV-corvée is dus gewoon officieel VVD-beleid. Arme Klaas Dijkhoff. Dat is toch zielig? En hij moet nog zo lang. Want die verkiezingen die zijn pas over 2 maanden. Dus ik zeg, laten we die arme man steunen. Met z'n allen. Dus dit is een oproep aan iedereen. Of je nu blank bent of wit. Of wit. Of vla. Elke keer als Klaas Dijkhoff iets populistisch zegt, reageer dan met hashtag hou vol, Klaas.
Want op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen weer voorbij. En dan pas begint de echte nieuwe liberale lente. Ja. Hoi, ik ben Arjen Lubach. Bedankt dat je hebt gekeken. Wil je op de hoogte blijven van onze items en van de lekkerste recepten voor suikerbrood? Abonneer je dan op ons kanaal. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.